Oké, hij is aan het opnemen. Ja, dat is toch wel de moeite waard om dit even vast te leggen. Het is nu vrijdag 10:30. Van de week hebben we een succesvolle uitzending gehad van Meetup 7. Dat was een prachtige samenwerking met een hoop collega's. En daar hebben we een hoop van geleerd. En de opstelling van de studio is daardoor ook weer verbeterd. Rienke die had heel mooi. Die zat hier met zijn laptop en die heeft met vMix heeft die, de uitzending technisch fantastisch verzorgd. En een van de dingen die Rienke meebracht, waren de titels in de huisstijl. En hij heeft het gebruikt met vMix, dat is een softwareprogramma. Maar je kunt iets dergelijks ook bereiken met OBS. En daar ben ik gisteren mee aan het stoeien gegaan. En, ik ben gaan zoeken naar de huisstijl, naar de naamplaatjes. Nou, die heb ik niet volledig echt kunnen maken met Premiere. Dat werkte niet op mijn laptop. Maar ik heb het model van het naamplaatje heb ik nagemaakt. En die kan ik via OBS kan ik die aanzetten. Dus stel dat Guido Wiegman op die stoel zit, dan kan ik op dat moment kan ik zijn naamplaatje aanzetten. Nou, zo kan je natuurlijk ook in Holland monogram plaatsen, wat ik nu doe. En zelfs het logo, het in Holland logo kun je mooi over het beeld heen plaatsen. Nou, je kan alles aan en uitzetten. En als ik nou, deze klopt natuurlijk ook niet helemaal. Maar ik ga even aan tafel zitten. Op z'n kop. Komt omdat ik hem gewoon heb gekanteld. Maar ja, dit is dus een beetje het idee. En degene die aan tafel zit, ja, die kan gewoon zijn laptop bedienen. Ik kan bijvoorbeeld een PowerPoint aanzetten. Bijvoorbeeld deze. Diavoorstelling vanaf begin. En dan komt dat, als het goed is, groot op dat scherm daar. Precies. Nou, welkom enzovoorts. Dat is de muziek. Ik weet niet of die van de laptop doorkomt, maar. Tijd om de opname te stoppen. Kijken wie er belt.